Laszlo en zijn familie hielden hun hart dan ook vast toen de orkaan vorige week precies over het eiland raasde waar Rafael met zijn familie woont. In eerste instantie dan denk je, waar is die? Waar zijn ze? Maar toen ik eenmaal wist dat het daar precies overheen was gegaan, toen maakte ik me echt zorgen. Toen dacht ik, oh, dit is echt gewoon helemaal niet goed. Ze hebben daar uiteindelijk, geloof ik, Rafael zijn 30 uur vastgezeten zonder drinkwater, eten of wat dan ook. Maar in angst af zitten wachten wat er nog over zou zijn toen ze naar buiten kwamen. Hij kwam vrij snel op de lijn om te vertellen dat iedereen oké was, dat iedereen gewoon het overleefd had. Maar dat ze wel alles kwijt zijn. Hun huis / hutje is verwoest. Ze hebben niks meer. Hey Rafael, hi, how are you? It's very fine, it's very beautiful. We lost our house. It's very hard to be in the province right now, so it's a bit difficult. Ik heb natuurlijk rondgelopen en ja, het was een prima huis om te wonen. Welkom. Tegenover Baagje Bafeltje en daar is nu natuurlijk gewoon niks meer van over. En dat is wel heel bizar om je in te denken. We zijn dus op Facebook een actie gestart met een apart Giro-nummer om geld in te zamelen voor Rafael en zijn familie. Om te zorgen dat ze alles weer zo snel mogelijk opgebouwd hebben daar. Although it's been 5 years that we have not seen each other. But I'm so happy because they are still there. Uiteindelijk moet dat huis moet weer in huis komen. En dan geen villa, maar gewoon een normaal huis waar je normaal kan wonen. En zorgen dat ze gewoon alle spullen die ze hadden weer daar bestaan. Zodat het weer eerst zoals het was toen jij er was. Ja, precies. Zoals dat het weer hetzelfde wordt als toen ik er was. Ja. Het is vandaag 10 dagen geleden dat het die